Hoog tijd voor een bezoek aan die andere vermaarde bewoners van deze streken. We zijn nu op weg naar de Cauchos. En de Cauchos, dat zijn de cowboys van Argentinië, zoals we ook kennen de cowboys van de Verenigde Staten. Stoere mannen die werken op een prachtige estancia. De clichés over de Argentijnse cowboys zijn bekend. Het zijn vrijbuiters, ze eten niets anders dan vlees en ze zijn boven alles ongelooflijk macho. We gaan eens kijken wat daarvan klopt. Ah, señor. Hi. Buen día. Buen día. Mi nombre es Erika. Mi nombre es Enrique, mevrouw. You speak, okay. You speak Dutch? No. Oké, thank you very much. Come on. Ik heb een nieuwe vriend. Mevrouw. De Cauchos. Huurlingen zijn het eigenlijk die hun diensten als begeleider van het vee verhuren aan de hoogstbiedende grootgrondbezitter. Met hun onafscheidelijke paard als huis en eeuwig metgezel. En iedere werkdag eindigt op dezelfde manier. Met een portie vlees waarvan wij een complete buurtbarbecue kunnen organiseren. Ga je, mevrouw? Een vino? Por favor. Para bienvenida a mi casa. Sí, gracias. Do you drink the whole day wine? Sí, yo tomo vino todos los días. Y no tengo colesterol, no tengo ácido úrico, como carne, pan y vino. Es mi dieta. Sí. Y en serio, no tengo colesterol, no tengo nada. But you look very healthy. Un poquito de panza nomás, pero... Joder. Prost. Gesundheit. Gracias, Enrico. The life of a gaucho. What does it mean? Ser gaucho es una, principalmente una filosofía de vida. Y el diccionario dice que gaucho es una persona que vive en el campo de los animales y con todos los elementos que provee la naturaleza. Y antiguamente era así, hoy la tecnología ha cambiado. Los gauchos tenemos celular. Antes se hacía todo a mano. Yo valoro mucho cómo se trabajaba antes. Antes una persona en el campo estaba solo y el animal se aprovechaba totalmente. La grasa se usaba para cocinar, se usaba toda la carne, no se tiraba nada. Los cueros se hacían lazos, todos los correajes para los caballos. Se preparaban las monturas, una sola persona hacía todo. También las mujeres sabían cocinar muy bien. Sí. Sí. Maar dat geldt ook voor de mannen hier. Oh la la. Look. Cuidado que está caliente. Oh. Dit is zoals een barbecue zou moeten zijn, eigenlijk. Roberto, moet. Perfecto. ¿Está listo? Ponlo acá abajo porque viene el zapato. Falta. Falta. Saca. Sí, ok. And the meat? It's inside as well. Oh, here. Oh, yeah. Tell me. This is? This is filet. Filet, ok. La vaca tiene 4 lomos. Sí. 2 lomos externos. Sí. Y 2 lomos internos. Ok. Ese es el lomo interno, es lo mejor de la vaca. Oh. This is sochis. Dice rib. Ya, yeah, ok. Y dice es una parte de aquí, de la vaca. Sí, muy bien. Sí. ¿Do you eat this every day? Yes. And don't you get problems with stomach? It is wine. But. And you don't meat. Get. You don't get physical problems no, eating so nothing. Much meat. Nothing. No cholesterol, no use acid uric. No triglicéridos, perfecto. Great. Y sexo sometimes, no every day. I cannot understand that. Lekker man. Lekker, hè? Muy bien. Gracias.
Omdat de lunch nog niet helemaal klaar is, staat Enrique erop ons eerst een rondleiding te geven over zijn terrein. Mi jardín de cactus. Ja, yeah. You love cactus? Sí, I love the cactus. Why? ¿Por qué? Sí. Los cactus son plantas muy sensibles. ¿Muy sensibles? Parecen muy fuertes, ¿sí? Como yo. Pero son muy sensibles. And you've got flowers in it? Sí. La flor de todos los cactus duran 24 horas, nada más. ¿24 horas? Sí. ¿No más? No más. Es como la felicidad de la vida. Corta, pero muy linda. I don't understand. This is wel een ondeugende meneer, hoor. Oh, wat leuk. Enrico, do you dance tango? No like tango. No like tango. El tango es machista y yo soy feminista. Ik vind dat een tango... Ik vind dat een rotsmoes. Y el tango es únicamente de Buenos Aires. ¿Sí? Buenos Aires es una parte de Argentina, donde vive el 40% de la población de Argentina. El problema de Argentina. ¿Sí? Sí. Hij heeft me nou zelfs meegenomen naar zijn slaapkamer om te laten zien dat hij in zijn jonge jaren kampioen is geweest springen. En daar is hij heel trots op. En het zijn ook mooie beelden. Muy bien. You look handsome and beautiful. Thanks, lady. Dat macho, dat klopt dus wel. Daar hoeven we niet meer aan te twijfelen. En ijdel zijn ze ook. Alle kleding is tot in de puntjes verzorgd. Wat ook klopt, is dat de couchers over een werkelijk fenomenale beheersing van hun paard beschikken. Hallo. Kijk dan, kijk dan. Voordat je dat kan, man. Hij trekt het paard bijna om, hè. Wow, what a control. Sí, hay que tener mucho control, sí. Sí, mucho, mucho control. Lunchtijd. En ik geloof niet dat we tekort gaan komen. Yes. This is pompoen. Pumpkin. Pumpkin, sí. Yeah. Zapallo. What would you like? Nothing. Meat only. Really? Really? Oh, wow. Look. Mmm. Oké, okay, ik krijg van alles wat. Oké. Okay. Great. Bon appetit. Bon appetito, Enrico. Enrique. Mmm. Mmm. What is in it? What is in this? Blood. Blood? Si. Sí. Dat dacht ik al. En natuurlijk moet je dit wegspoelen met een verrukkelijke Argentijnse wijn. Proost. Proost. Muchas gracias. De nada, señora. Mio. Erika. Mio. Nuovo amico. No benefice. I'm an older man. I'm an older woman.